De energieprijzen reizen nu de pan uit. Kun je daar een beetje voorbereiden? Simpele antwoord, integraal denken en oplossen. Laat me een voorbeeld geven. We werden gevraagd om te helpen bij de renovatie van de grote zaal van de Doelen in Rotterdam. Heel bijzondere zaal met een bijzondere programmering. Dit is het huis van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Maar het is ook een zaal waar popconcerten spelen en waar grote congressen worden gehouden. Die zaal die was toe aan een flinke upgrade. En wij zouden de podiumtechniek ontwerpen. Dat ging om ijsvoorzieningen, orkestverlichting, extra podiumverlichting, projectie. Dat soort dingen. We waren niet ingehuurd voor de luchtbehandeling. Dat is niet onze expertise. En daar was al een adviseur voor. Maar er viel ons wel iets op. In deze zaal werd verse lucht van bovenaf ingeblazen en van onderen afgezogen. Dat is eigenlijk niet logisch. Je moet dan veel energie gebruiken om die lucht naar beneden te blazen. En voor het publiek voelt dat soms alsof er een koude dweil in je nek wordt gelegd. Maar ja, zo was het altijd. En zo zou het opnieuw zijn na de renovatie. Maar wij worden niet gehinderd door al te veel kennis van zaken of door vaste gewoontes. Wij zagen gewoon een kans. Want als de zaak nu kon worden omgedraaid, dan leverde dat enorm veel op. Natuurlijk, lagere energiekosten, meer comfort voor het publiek. Maar vooral, we zouden afkomen van alle kanalen die boven het plafond van de zaal liepen. En zo kwam er ruimte vrij voor het maken van nieuwe, bijna onzichtbare lichtbruggen. En dat betekende dat die zaal niet langer ontsierd zou worden door allerlei noodzakelijke, maar best lelijke theatertechniek. We hadden geluk met een daadkrachtige opdrachtgever die ons plan liet doorrekenen. En het bleek dat ons plan veel gunstiger zou zijn in de exploitatie. En zo lukte het om ruimte te maken voor goed bereikbare en zeer bruikbare lichtbruggen. Toen we hiermee bezig waren, was nog niemand bezorgd over energiekosten. Maar nu de energiekosten door het plafond gaan, is het des te belangrijker dat er voor deze zaal een zuinige oplossing is gekozen. Dat bedoelen we met een integrale aanpak. Tot volgende week.